Maurice Stijn, laat op de maandagavond je zoveelste interview na de overwinning van NAC op Jong AZ. Hoe is het gevoel? Goed. Zwaar bevochten. Maar wel verdiend, vind ik. En wat me tevreden stemt is dat we weer karakter getoond hebben. Is dat we aan de bal, dat het al een stuk beter was als vorige week. Ik vond aan de bal heel behoorlijk tegen een toch versterkt Jong AZ. Als je de Graafschap ging die hier met 7-3 af. Nou, ik vind dat wij ons dingetje vandaag goed gedaan hebben. Maakt het ons wel onnodig moeilijk. Dan denk ik een beetje vergelijkbaar met die wedstrijd tegen Dordrecht. Hè. 0-2, eigenlijk niks aan de hand. Ja, en binnen 2 minuten is het 2-2. Maar ik vind dat we daarna onze rug gerecht hebben en die wedstrijd wel terecht gewonnen hebben. Vorige week tegen Top scoorde hij op hele goede momenten. Vroeg in de wedstrijd en eigenlijk in de laatste seconde van de eerste helft. Ja. Vandaag was het weer zo'n moment. Dat Jong AZ drong wat aan. En precies op dat moment sloeg Kai de Roy werkelijk fenomenaal toe. Ja, zeker. Dat, kijk, je weet van AZ, dat is een hele talentvolle ploeg. Die laten dan 5 spelers ook, die gisteren nog, een aantal zijn zelfs ingevallen gisteren. Die laten ze nog meespelen. Spelen vrij uit. Er staat geen druk op voor die jongens. Dus ja, dat zie je ook terug in die wedstrijd. En die hadden ons op een gegeven moment toch wel redelijk onder druk staan. Zonder dat het echt tot grote kansen leidde. Want ik vond eigenlijk dat de grote kansen die ze kregen pas bij 2-0 waren. Die je voorlangs schikt. Of wel dan, al dan niet die hensbal. Maar wat dat betreft waren het weer op de juiste momenten de doelpunten. Dat klopt. Is het dan na rust pure konto van persoonlijke fouten? Want eigenlijk het spelbeeld was niet heel anders, hè? Nee, ik heb net ook even met Ramon gesproken. Ja, die gaat 2 keer in de fout. En dat wordt 2 keer ook afgestraft door ook een uitstekende speler van AZ. Maar ook dat kan gebeuren. Hè. Jongen die het hartstikke goed gedaan heeft tot nu toe. Die zomaar uit het niets ineens in de basis komt. En daar hoort ook soms een aantal fouten bij waar hij van moet leren. Nou, het heeft gelukkig geen punten gekost. En daar word je ook groot van. En dat geldt voor Ramon. En dat heeft voor Kai. Heeft ook mindere wedstrijden gespeeld. Lewis, even nu een periode. Dat het even wat minder draait. Ja, dat mag. En dan krijg je vrijdag weer de kans om gewoon te starten. Wordt Hendricks dan in de kleedkamer ook de arm om zijn schouder heen gelegd? Of hoe gaat dat? Ja, zeker. Dan zie je de oudere jongens, die zie je hem even beetpakken. En zeggen, kom op, dit hoort erbij. En dat hoort er ook bij. Tuurlijk, het is voor hem heel vervelend dat het gebeurt. Maar nogmaals, het heeft ons geen punten gekost. En hier moet hij van leren. En dat weet je met jonge jongens. Dus ja, ik kan daar niet boos om zijn. Vorige week was het een saaie zakelijke overwinning. Nu maakte AZ er uiteindelijk door het zelf ook voetballend goed te doen en er echt een pot van. Is het dan wel zo dat het de volwassenheid binnen het team uiteindelijk ook wel de doorslag geeft? Ja, kijk, je ziet, het werd op een gegeven moment bij de 2-2 een open wedstrijd. Hè? Beide kanten grote ruimtes om te voetballen. En dan op dat moment breng je ook Jansen die in, die de rust bewaart, waardoor je toch weer aan het voetballen toe komt. En dat, dan zie je dat soort mannen zo'n wedstrijd over de streep trekken. Je ziet Immers die in positie terug moet spelen naast Haaien, die daar eigenlijk alle duels wint. Ik denk dat uiteindelijk wel het verschil heeft gemaakt vandaag. Ja, want dat is ook best wel een groot compliment, denk ik, dat je na de 2-3 AZ helemaal geen kans meer geeft om terug te komen in die wedstrijd. Het is echt weer doodgemaakt. Ja, nou, dat hoort erbij. Kijk, dat hoort bij volwassen spel. En je ziet natuurlijk ook om je heen, zeker naarmate die competitie wat langer wordt. Je ziet ook onze concurrenten, die hebben het ook moeilijk. Als je de Graafschap gisteren ziet spelen, ook maar net aan in blessuretijd. Dus het is niet zo makkelijk om die wedstrijden volledig te controleren. Dat had vandaag wel gekund. Hè? Ik denk als je vandaag de 3-0 maakt, dat die wedstrijd, dat je hem zo uit kunt voetballen. Maar uiteindelijk zie je dat dan met name de ervaring, maar ik vind ook de kwaliteit op het veld de doorslag geeft. We gaan nu richting de laatste call eigenlijk van de etappe voor NAC dit seizoen. Het is een aardige call. Er komen heel veel serieuze goede tegenstanders aan. Ik kan me ook voorstellen dat je dan blij bent. Dat zeg je ook eigenlijk, hè, ten opzichte van de vorige week, dat het spelbeeld nu wat beter is. Ik neem aan dat je met het volste vertrouwen richting die eindsprint gaat. Nou ja, zeker op basis daarvan. Een aantal dingen. Je zit in de winning mood. Dat komt dat je zelf al 12 wedstrijden ongeslagen bent. Maar ook doordat de concurrenten punten laten vallen. En buiten dat vind ik ook dat het voetballen steeds beter wordt. Ik vond vandaag bij Vlaag heel behoorlijk. We geven vandaag dan misschien iets meer normaal. Relatief ook niet zo heel veel kansen weg. We creëren denk ik ook steeds meer kansen. Dus je ziet dat de ploeg steeds meer in de stijgende lijn komt. Het is nog niet top allemaal, dat weet ik. Maar ja, weet je, dat heb ik al eens eerder gezegd. Dan moet je ook om je heen kijken hoe de rest soms ook heel wedstrijden heel moeilijk wint. Dus het is allemaal niet zo makkelijk. Maar ik ben wel tevreden met de manier waarop we het nu doen. Super, dankjewel. Oké.